Bergwijn. Dichter bij de tweede paal. Daar komt Mauro Junior en de redding weer van Pat. Het Dallan is de smaakmaker. Zeker ook in de tweede seizoenshelft. Dus verkozen tot speler van het seizoen. Maar de meest constante bij Groningen is toch echt de doelman, de aanvoerder. Sergio Pat kan terugkijken op een uitstekend seizoen. Hij verrichtte het afgelopen voetbaljaar in totaal maar liefst 159 reddingen. Niet eerder maakte hij zoveel reddingen in één seizoen namens FC Groningen. Aikepong en Pat, dat was hij toch bijna. Samen met Pat kijken we terug naar een paar mooie en belangrijke reddingen van het afgelopen seizoen. Duplan nog. Hoi. Daar is Johnson met de kans. Pat met de redding. Wat een redding van Sergio Pat. Kijk hem. Staan ook. Juichen naar die redding. Johnson kopt hem denk ik goed tegendraads in. Alleen ik kon er net mijn hand tegen aanzetten. En ik kon een doelpunt voorkomen. En ik vertrok wel, maar ik had niet het idee van dat ik erbij zou kunnen komen. En als ik er op dat moment nog bij, toen ik merkte dat ik er nog bij kwam, toen was ik wel heel blij. En dat kon je ook terugzien, mijn handen in de lucht en felicitaties van mijn teamgenoten. Dus een mooi moment en uiteindelijk ook de 3-0 van Bakuna. En drie mooie punten. Voelt het een beetje als scoren, zo'n redding? Ja, keeper komt niet heel vaak in de positie om te scoren. Maar dan kan je wel doelpunten voorkomen. En waarom zou je dan niet mogen juichen als je een doelpunt voorkomt? Terwijl je wel mag scoren, als je wel scoort, dan mag je wel juichen. Dus dat is wel mijn manier van een feestje vieren. Ook een speler met scorend vermogen. En datzelfde geldt voor Vuskic. Redding is van Pat. Lekker schot. Mooie redding, Pat. Eindelijk weer eens wat vuurwerk. En nu de goede eindpaas. En de goede kopbal, die was er ook wel van Til. Maar de redding van Sergio Pat is ook oké, hoor. Pat wist dit seizoen minimaal 3 van de 4 schoten op doel te keren. Dan daar van Ginkel. En Pat heeft wat goed gemaakt. Ja, ik zag wijzen naar mijn schouder. Ik had die wedstrijd had ik een schouderblessure. Ja, ik wou hem toch spelen. Ik had wat medicijnen ingenomen om toch die wedstrijd te spelen. Uiteindelijk denk ik een belangrijke redding. Hij was niet heel ver in de hoek, maar er waren heel veel mensen voor mij, waardoor ik moest kijken waar ik die bal kon zien. En uiteindelijk kon ik er goed zicht op krijgen en die bal redden. En dat maakte het helemaal mooi, omdat Mike de Wierik dan in de laatste minuut de 3-3 maakte, waardoor het in ieder geval een punt opleverde, want anders heeft zo'n redding helemaal geen zin. Maar door Mike de Wierik was het tenminste toch nog een punt en zo kan je toch een puntje meepakken en ook denk ik een belangrijk punt achteraf. Hij zoekt de combinatie, de ruimte om uit te halen voor Muren. Redding is nog goed van Pat. En daar staat niemand van Willem II. Tsimikas nog wel, zo hé! En een goede redding ook van Pat. Schot van Bijen, Vuskic. Jensen uit de draai en een knappe redding van Pat. Pat had dit jaar van alle keepers in de Eredivisie met 70,2% het hoogste reddingspercentage op schoten binnen het strafschopgebied. Kastelen kan nu zelf. Dat is bijna raak. Het was die uit de draai en een belangrijke redding van Sergio Pat. Ik kreeg hem wat gelukkig op mijn voet, moet ik eerlijk toegeven. Want hij kan er ook zo via de lat ingaan of in ieder geval over mijn voet heen. Ik zag hem heel laat, ging door de benen volgens mij ook. Waardoor ik net mijn voeten tegenaan kon zetten. En die bal wat gelukkig overging, maar ook lelijke reddingen tellen. En hiermee kon ik dus een grotere achterstand voorkomen. En uiteindelijk was het mooi dat volgens mij schoot Doan hem bij Unesto in de lange hoek. En, hadden we tenminste een puntje. Idrissi geeft mee en Aouyam. Pat. Koopmeiners voor het schot. Wacht wat lang. Wat voor richting verandert. En wat een redding dan van Pat. Omdat die bal onderweg nog een andere baan krijgt. Pat incasseerde afgelopen seizoen in totaal 50 tegentreffers. Er waren maar 5 clubs in de Eredivisie die minder goals tegenkregen. Afdijay. Kwam een end en Denge. Schot van richting verandert. En dan toch nog de atletische redding van Pat. Het was weer een van richting veranderd schot. Dat zijn wel de lastige momenten, omdat je dan vaak op je verkeerde been stond. Maar deze was wel wat. Deze ging alleen maar verder in de hoek. Dus ik stond niet op mijn verkeerde been. Ik,
ik moest me alleen iets verder afzetten, waardoor ik er net bij kon. En uiteindelijk belangrijk kon zijn voor het team.